Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Schiedam. Ik hoop dat u fijne kerstdagen heeft gehad en namens de gemeenteraad, namens het college van BW, wens ik u een gezond en een gelukkig nieuwjaar toegewenst. Er ontstonden toch nog wat spontaan wat rijen, maar de bedoeling van deze bijeenkomst, noem het ook geen nieuwjaarsreceptie meer al een paar jaar, is dat het gewoon een informele, gezellige bijeenkomst is waarin we elkaar ontmoeten, wat rondlopen en elkaar zien en spreken wanneer het zo uitkomt. Dus gaat u alsjeblieft niet in een rij staan om de wethouders allemaal de hand te schudden, daar krijgen ze wat nervositeit van. Ze lopen gewoon rond en schiet ze aan en doe dat op een prettige manier, het liefst met een gezellig glas in de hand. Beste aanwezigen, als je vraagt aan Schiedammers om te vertellen over hun stad, dan raken ze niet uitgepraat. Want wat misschien kritisch begint, zo is de Schiedammer, dat eindigt vaak met persoonlijke en vooral trotse verhalen over onze stad. Vraagt u aan Schiedammers om te laten zien hoe zij tegen hun stad aankijken en u krijgt een diversiteit aan beelden te zien. Ik hoor een heleboel muziek op de achtergrond. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Zijn ze aan het repeteren? Ja, dat heb je met die cultuursubsidies. Het gaat gewoon door, ja. Vraagt u aan Schiedammers om te laten zien hoe ze tegen de stad aankijken. En u krijgt een diversiteit aan beelden te zien. En het mooie is dat die plaatjes ook het karakter van onze Schiedammers tonen. Kritisch, realistisch, betrokken en trots op de historie van de stad. En beelden zeggen vaak meer dan woorden en geven ook altijd stof tot nadenken en aanleiding voor een goed gesprek. In dialoog met elkaar kunnen gaan, met respect voor elkaars perspectief en vooral in vrijheid daarover kunnen praten. Dat is een groot goed en dat is waar we in Schiedam voor staan. Het college van BW en de gemeenteraad zijn deze bestuursperiode begonnen met de uitnodiging aan de Schiedammers om kritisch met ons mee te kijken. En zo wilden we deze periode als college ook eindigen. En daarom hebben we aan de Schiedammers gevraagd om te laten zien hoe zij tegen hun stad aankijken. En dat hoeven helemaal geen mooie verhalen te zijn. Het mogen ook kritische beelden opleveren. En het resultaat is een uniek fotoboek door de ogen van de Schiedammer dat we vandaag presenteren. En dat doen we samen met een kleine tentoonstelling door de ogen van de Schiedammer. En die tentoonstellingen, die fotobeelden, die zijn van de Schiedammers, maar ook voor de Schiedammers. U krijgt vandaag bij uw vertrek allemaal een exemplaar van dit boek mee naar huis. En de digitale versie staat inmiddels ook op onze website. En aan mijn rechterhand, links van u, staat een kleine expositie. En daar staan de foto's die door Schiedammers het meest geliked zijn. Deze tentoonstelling gaat hierna naar het Dreesplein, het wijkcentrum. En in de Korenbeurs zijn de beelden vanaf februari te bewonderen. Bekijkt u die foto's even en gaat u gerust met elkaar in gesprek, zoals Schiedammers dat altijd doen. De foto's die op de social media het meest zijn gewaardeerd, de top 20, zijn op deze expositie te zien. En een aantal van de fotografen is ook aanwezig en u kunt ze met hen in gesprek gaan en ik geef aansluitend aan deze toespraak hen graag de eerste exemplaren van het boekje. De foto's tonen de veelzijdigheid van de stad in al haar facetten. En ik zei het positief, maar soms ook kritisch. Maar de foto's tonen ook wat we eigenlijk allemaal wel weten. Schiedam is een stad om trots op te zijn. Ik zei het bij mijn aantreden in 2012, maar ook nu na meer dan 5 jaar kan ik het nog steeds bevestigen. Schiedam is zo veelzijdig. Iedere dag opnieuw kom ik mooie dingen tegen. En u ook, denk ik. We hebben aan u als Schiedammer gevraagd om naar de stad te kijken. En als u het mij zou vragen, dan ben ik heel erg trots op die historie. Op dat authentieke. De pareltjes die we hebben. Want de kracht van de stad zit er maar in dat we niet alleen onze historie koesteren, maar ook met een moderne blik vooruit durven te kijken. Dat we vernieuwend durven te zijn. En met andere ogen een uitdaging aanpakken. En dat zie ik terug in onze inwoners. Die grensverleggende initiatieven nemen. Dat zie ik terug bij onze ondernemers.
die vaak met de kracht van de historie, geïnspireerd door de historie, een moderne invulling geven aan hun onderneming. En dat houdt onze stad levendig. En dat zie ik ook terug bij onze ambtenaren, in onze dienstverlening bijvoorbeeld, waarbij wij onze inwoners en partners op allerlei wijzen en op verschillende manieren bij willen staan. Het afgelopen jaar heeft het gemeentebestuur met de visienota Open Schiedam aangegeven hoe wij met de stad willen omgaan. En eigenlijk hoe wij al een aantal jaren op een andere wijze met onze stad en onze inwoners omgaan. Een belangrijk onderdeel daarvan is dienstverlening. We merken dat de dienstverlening die de gemeentelijke organisatie biedt voor Nederlandse gemeenten op een hoog niveau staat. En vanuit de gemeenteraad is ons zelfs gevraagd om dat te laten zien. Laat zien dat je goed bezig bent. En daarvoor hebben we een kleine campagne georganiseerd, Aan de Slag. En daarin tonen we iets van die trots over die kwaliteit van de dienstverlening. Het kan nog steeds altijd beter, maar we gaan samen verder op de ingeslagen weg en we willen nu ook laten zien dat we die dingen goed doen. Want in samenspraak kunnen we de stad laten bloeien. En daar hebben we deze periode, deze bestuursperiode, echt stappen voor gemaakt. Er zijn bijvoorbeeld belangrijke besluiten genomen door de gemeenteraad over de verbetering van de woningmarkt en de vernieuwing van de stad. Een belangrijke voorwaarde voor sociale stijging. Dat is iets waar we eigenlijk raadsbreed achter staan. Sociale stijging moet mensen in staat stellen om beter te functioneren in de Schiedamse samenleving. En een huis, maar ook een baan, zijn er essentiële voorwaarden voor. En ik gun dat iedereen ook. De economische tijden worden beter, zijn al beter, maar ik zie dat nog niet alle onze inwoners daar iets van meekrijgen en dat ze dat zo ervaren en zo beleven. Maar ik hoop echt dat in dit komend jaar zich dit doorzet en voortzet en dat het al onze inwoners ook echt bereikt. Dames en heren, jongens en meisjes, dit jaar is een belangrijk jaar, want in maart, 21 maart aanstaande, hebben we gemeenteraadsverkiezingen. En ik nodig u uit om dan door de ogen als Schiedammer naar de stad te kijken. De raadsverkiezingen zijn natuurlijk belangrijk voor Schiedam, maar als we terugkijken naar de periode die we achter ons laten, de afgelopen 4 jaar, dan zien we dat we in de bestuurlijke cultuur enorme stappen hebben gezet. Er is een goede samenwerking in de gemeenteraad, er is respect voor elkaars politieke opvattingen, er worden besluiten genomen, er is een daadkrachtig en bestuurlijk gemeentebestuur actief geweest. En dat is een groot goed. En dat moeten we de komende periode ook echt blijven koesteren. Het is ook nodig, want Schiedam beschikt op dit moment in onze gemeenteraad sinds kort over maar liefst 15 raadsfracties. En ik moet eerlijk bekennen, daarmee staan we aan de top van Nederland. En dat is een lijstje waar ik eigenlijk liever niet bovenaan had gestaan. Het maakt het gemeenteraadswerk er ook niet makkelijker op. Het is onze democratie, zo functioneert dat. En ook bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn er veel nieuwe lijsten die meedoen. Het is de kiezer die bepaalt wie er in de gemeenteraad komt. Maar ondanks dat grote aantal dat wellicht straks in de nieuwe raad terugkomt, is de samenwerking in de oude periode goed geweest. En ik hoop dat het ook in de nieuwe periode zo mag blijven doorgaan. Ik hoop ook echt dat we op een correcte en integere manier met elkaar blijven functioneren in en rondom de gemeentelijke politiek. En ik reken op alle kandidaten en alle partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen dat ze daar hun eigen bijdrage aan leveren. Polarisering en een te scherp politiek debat moet wat dat betreft worden voorkomen. Want het werkt tegendraads. En niet omdat Cor Lamers dat vindt, maar omdat de Schiedammer het dan niet meer zal begrijpen. Die zegt, er is de laatste 5, 6 jaar toch zoveel verbetering en vooruitgang geboekt. Waarom staan partijen nu ineens weer tegenover elkaar? Tijdens de verkiezingscampagne moet je jezelf profileren en ook duidelijk maken wat jij anders vindt ten opzichte van een andere partij. Maar zorg ervoor dat je wel met elkaar door de deur kunt. En tot nu toe kon dat en ik hoop ook echt dat dat zo zal blijven. Ik roep de politieke partijen daarom op een bijdrage aan dat proces te leveren en te blijven leveren. Ook tijdens de verkiezingscampagne. En Schiedammers roep ik ook op. Laat uw stem bepalen door lokale factoren en wat partijen lokaal hebben bereikt en aan plannen hebben.
En dan zijn er ook landelijke partijen die aan de verkiezingen deelnemen. Maar voor mij zijn dat in feite ook lokale partijen. Want ze zijn lokaal actief geweest en ze hebben gewerkt voor de stad. Wat voor mij telt is, wat is het voor Schiedam waard en waar wordt de stad beter van? En maak uw eigen keus. Stem wat u belangrijk vindt en laat uw stem niet bepalen door wat anderen zeggen dat u moet stemmen. Dames en heren, tot slot nog heel kort en iets heel anders, maar ieder jaar toch even een onderwerp van aandacht, de jaarwisseling. Er deden zich ook dit jaar weer geen grote incidenten voor, daar ben ik echt blij mee. De hulpdiensten hadden het wel druk, maar vooral met preventieve acties. Ook werd er helaas toch nog te vroeg vuurwerk afgestoken, dat is bijna niet te voorkomen, maar het is niet de bedoeling. Net als in voorgaande jaren werken brandweer, politie, IRADO en de gemeente Schiedam weer intensief samen en dat levert resultaat op. Daarbij hebben we ook dankbaar gebruik gemaakt van de ogen en de oren van Schiedammers die bereid waren ons op de hoogte te houden en meldingen te doen. En ik kan u melden dat het aantal schades bij deze jaarwisseling gelukkig weer is afgenomen met een derde. Het is nog steeds te veel, maar we gaan de goede kant op en daarom zetten we deze aanpak ook echt door. Want elke vernieling is er één te veel. Dames en heren, jongens en meisjes, we hebben u het afgelopen jaar gevraagd om met uw ogen naar de stad te kijken en te bedenken, hoe staat Schiedam ervoor? Ik nodig u uit om dat ook het komend jaar te blijven doen. Kritisch en trots, hou dat vast. Dank voor uw aandacht en ik wens u een mooi jaar toe. Dank u wel.